Zo, lieve Facebook-kijkers, welkom bij de Stofjes. Het is weer zondagmorgen, dus hebben we weer de zondagmorgen gepraat. Net weer eventjes hard gelopen. Het was wel best wel druk. Er waren drie jeugdteams die hadden ook verzonnen om vandaag in het bos te gaan hardlopen. Dus die waren ook druk bezig met de conditietrainingen. Dus ja, het was erg druk. Nou, je ziet dit achter het beeld verdwijnen. Zondagmorgen. Ja, wat is het voor een dag? Een dag die ik vandaag vrij heb met voetballen. We hebben gisteren getraind. Of een wedstrijd gespeeld. Het Germania toernooi. Dus vandaag was ik vrij. Kan ik ook wat later opstaan. Wat later gaan hardlopen. Dat zich dan weer uit in de tijd. Dat het nu ook wat later is natuurlijk. Maar het was wel lekker om te lopen. Het weer was lekker. Ik begin nu toevallig een beetje te miezeren. Dus ik ben mooi op tijd. Met hardlopen. Ja, en dan. De verbouwing. De woonkamer. Niet helemaal happy. We hebben laminaat willen laten leggen. Dat is in principe ook een gedeelte gebeurd. Maar we kwamen er op een gegeven moment achter dat er foutjes in de laminaat zaten. En dat is minder. Nou goed, dan ga je in overleg bij het bedrijf waar we het gekocht hebben. En op zich niks meer dan goed, het wordt gewoon netjes geregeld. Dus het is ook helemaal niet moeilijk van ja maar zo, ja maar zo. Alleen ja, nu komen we voor het feit, er moet alles opnieuw ingepland worden, alles opnieuw besteld worden en geleverd worden. Ja, wordt het pas volgende maand. 27 februari gaan ze pas leggen. Eigenlijk iets te laat. Misschien hebben we mazzel dat het juist goed is. Want rond die tijd, rond die periode, worden ook onze muldersvacht. Het is week 39, 27 september, is week 39 ongeveer. En rond week 40, 41 worden de meubels gebracht. Dus wellicht dat dat misschien dan toch wel weer een profijtje is. Dat je dan de oude meubels redelijk snel weer van de nieuwe vloer af kunt halen. En dat je dan kort daarna de nieuwe meubels kunt plaatsen. Dus ik hoop nu, ondanks dat we dan deze tegenslag hebben, dat we nou een maandje in de rommel zitten. Dat we dan toch nog iets goeds kunnen beleven. Doordat het dan allemaal samenkomt, dat we de vloer gelegd hebben en dat dan redelijk snel daarna de meubels gebracht worden. Dat hoop ik nu. En als het dat is, ja goed, dan is en het ligt eigenlijk mooi. Dan, ja, dan ben ik alsnog wel blij. Ja, in ieder geval. Maar toch. Het gaat om het idee dat we eigenlijk hadden gehoopt dat we nu met deze vakantieperiode de woonkamer helemaal klaar zouden hebben. Met de vloer en alles bij plinten gelegd. Nou goed, dan kun je iets gaan doen. Maar ja, dat wordt even wachten. Helaas, pindakaas. Maar nogmaals, we zullen het wel zien. We wachten wel af. De hoop dat we alles toch mooi op tijd krijgen en dat we dan op dat moment minder in de zooi zitten en op het moment dat de meubels staan en alles staat dan denk ik dat we dit ook weer snel vergeten. Goed, wie zou
shall see. Wat gaan we er doen? Nou, ik was eigenlijk van plan om wellicht zometeen met Fabienne te gaan motorrijden. Hou ik even slag om de arm. Zoals ik al zeg, het begint nou een beetje te regenen. Ik hoop dat het een beetje opklaart. Dus ik zal daar even de weersberichten gaan bekijken. Natuurlijk, ik ben niet altijd zoiets van, het moet echt super mooi weer zijn. Als het gewoon droog is, dan vind ik het ook best. En dan als de temperatuur een klein beetje te doen is, dan, ja, weet je, dan is het ook goed. Maar dan moeten we even gaan bekijken. Dus of ik zie jullie, tenminste als de mensen de normale vlogs gaan volgen, zie ik jullie vanmiddag weer. En dan zeg ik tot de volgende keer. Even abonneren op dit kanaal, blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug. Ik zeg ciao, tot de volgende vlog.